Welkom bij Scheldemondig. Vanavond zit ik hier in de studio en wij gaan op reis. Kim, welkom in de studio. Dankjewel. Maar vertel eerst eens, wie is Kim? Ik ben Kim Gieling. Met een achternaam. Getrouwd met mijn jeugdliefde, moeder van 3 gezonde, prachtige kinderen. En besmet met het reisvirus. Nou, dan gefeliciteerd, want dat ben ik ook. Dus daarom vind ik het heel erg leuk dat jij hier zit. Want we gaan eigenlijk gewoon een beetje met jou op reis. Mm-hmm. Hoe ben jij überhaupt in de reiswereld terechtgekomen? Ja, goede vraag. Ik had wel een talenklompel op school. Dus dan kom je al snel op een toeristische opleiding eigenlijk. Dat trok me, zeg maar. Ja. Laat ik het zo zeggen. En toen ben ik ooit begonnen op een stenen reisbureau. Ja, dat noemden ze vroeger zo, hè? Ja, goed, een kantoor dus met openingstijden. Een deur waar je naar binnen gaat en waar je reisboeken kon krijgen. En mensen achter de balie zaten om dan inderdaad meer informatie te krijgen natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, en die zijn er nog steeds, hè? Dus gelukkig. Ja. En toen ik daar werkte, had ik dus ook wel een gezin. En dat vond ik soms moeilijk, dat ik daar minder tijd voor had. En toen kwam het zelfstandig reisadviseur, beroep op mijn pad. Toen dacht ik, goh, dat lijkt me echt wel interessant. Dus ik heb een ondernemingsplan geschreven, mijn vaste baan opgezegd en Dapper. In het diepe gesprongen. Ja. Ja, dus dat was heel spannend. Wanneer ben jij in het diepe gesprongen voor jezelf? 2011 was dat. Oké. Okay. Ja. Oh, dat is het. Jij hebt dus even snel rekenen. Je hebt je 12-jarig jubileum heb je van het jaar. Ja, klopt inderdaad. Ja, leuk. Ja. Maar nu hebben we een periode achter ons, een aantal jaren, waarbij er eigenlijk niet zo heel veel gereisd kon worden. Ja. Wat doet dat dan met jou? Oh, dat deed me heel veel. Ik ga niet hier zitten huilen of zo, maar het was heel heftig. Ja. Ja. Ik heb dat wel zwaar ervaren. Ja, want in één keer waren we gewoon beperkt in wat we deden. Daarvoor... Ja, was het eigenlijk de mogelijkheden te over, zeg maar. Want ik bedoel, tegenwoordig gaan we het internet op. En kun je in Japan kijken, je kunt in Australië kijken, je kunt zo ver kijken waar je wil. Ja. Om, wil ik daar naartoe? Hè, vind ik dat leuk? Dat was natuurlijk jaren terug. Op het moment dat jij natuurlijk in diepe gesprongen bent, was dat natuurlijk nog net even iets anders. Ik denk dat toen die kentering gekomen is. Dat je heel veel op het internet kon opzoeken, maar dat je natuurlijk ook soms heel fijn vindt om inderdaad advies te krijgen van iemand. Om te zeggen van, hé, ik vind het leuk om naar Australië te gaan, maar hoe kan ik dat nou het beste doen? Ja, vooral wat je zegt, dat persoonlijke, dat miste, zag ik tenminste dat het werd gemist bij de klant. En dat was ook al op het stenen reisbureau, juist die persoonlijke aanpak zonder de druk van targets. En daarmee ben ik eigenlijk in dat zelfstandig ondernemerschap ook gesprongen. Ja. Zodat ik mijn hele klantbeleving of klantcontact zeg maar allemaal in eigen handen heb. Zelf vorm kan geven op de manier zoals jij het wil, zeg maar. Ja, klopt inderdaad. En hoe wil jij dat? En hoe doe jij dat dan nu? Wat is voor jou nou zo belangrijk om in dat persoonlijke contact met die mensen? Nou, sowieso het goed luisteren naar de mensen. Een stukje betrokkenheid, een stukje privacy. Afspreken wanneer het voor de klant uitkomt. Dus flexibiliteit en ook de bereikbaarheid. En dat ze altijd één aanspreekpunt hebben. Ja. Bereikbaarheid, even voor mijn gedachten. Betekent dat jij 24 uur per dag je telefoon naast je hebt? Of zover ga je nog net? Zo gek was ik in het begin wel. Maar nu 's nachts gaat ook mijn telefoon op vliegtuigmodus. Nee. Er is gelukkig in al die jaren nog niks gebeurd dat echt nodig was. Nee. Dus, maar ik steek er even de gek mee hoor. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Het is natuurlijk wel heel fijn als je zoals ik natuurlijk een keer meegemaakt heb. Mm-hmm. En dat verhaal ken jij ook. Dat je op een vliegveld staat. Je staat op het punt om te vertrekken. Ja. Het is nog geen jaar geleden dit verhaal. En je komt erachter dat als je naar Amerika wil, dat je een geldig visum nodig hebt. Ja. Ai! Van 3 van de 4 was die in orde. En van de 4e was er net een nieuw paspoort aangevraagd. En dus klopt het visum niet met het paspoortnummer. En dus heb je een probleem. Ja, en dat is heel erg schrikken natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Nou ja, dan sta je inderdaad op dat moment. En dan heb je echt wel even iemand nodig waar je op dat moment even mee kan overleggen. Ja. Van, hoe nu verder? Ja.
Want ja, het gevolg voor ons was dat wij ons vliegtuig op dat moment gemist hebben. Maar ja, wij stonden met onze koffers natuurlijk gereed. En uiteindelijk zijn wij heel goed geholpen door de vliegmaatschappij. En we zijn op de eerste, de beste vlucht richting Amerika. Want de reis was natuurlijk richting New York. En we zijn uiteindelijk in Washington uitgekomen. Maar in, een uur later op een ander vliegtuig gepropt naar New York. En stonden we er alsnog. Dus dat in dat opzicht... Ja, is goed opgelost. In dat opzicht. Maar je kunt van dat soort dingen meemaken. En dat kan op de plek van bestemming zijn. Ja. Dat kan nog net voor vertrek zijn. Dat kan misschien wel lang voor vertrek zijn. Waar je echt wel behoefte hebt om even te sparren met iemand. Ja. Van, oh help, hoe los ik dit nu op? Nou, het is vaak inderdaad geruststellen van de mensen. Ja, dus soms kan ik geen oplossing bieden. Maar net zoals wat jij nu net het voorbeeld noemt. Ik zeg dan even, ik luister eventjes. Dan kan je het beste eventjes naar de airline gaan om daar te vragen of je op een andere vlucht mee kan. Dus, en ik denk dat dat jou gerustgesteld heeft. En hun hebben ook dat goed opgelost. Ja, dus, was inderdaad heel allemaal prettig. Wat doe jij nu het allerliefste? Ik bedoel, als ik met een vraag kom van... Joh, Kim, ik wil op vakantie. Ja, dat is leuk, zeg jij, maar... Waar wil je dan denk ik naartoe? Is denk ik een van je eerste vragen. Ja, tuurlijk. Uiteindelijk gaat het om wat jij wilt. Hè? Dus niet wat ik wil. Maar wat als ik spreek over mezelf, wat ik het allerleukste vind, is maatwerk. Dus bijvoorbeeld als mensen naar New York vliegen, daarna nog door naar San Francisco en dan daar een camper pakken bijvoorbeeld. Maar ook een stukje met een auto. Zo mensen verrassen vind ik gewoon heel leuk. Van hoe heb je hier al aan gedacht? Of stukjes familiebezoek ertussen. Ja. Ik kan de reis eigenlijk zo maken zoals jij het wil. Ja. Jij maakt de reis zoals iemand wil. Ja. Maar ik neem aan dat jij ook uit eigen ervaring put. Ik bedoel, als reisliefhebber ga ik ervan uit dat jij ook wel heel graag zelf op reis gaat. Ja, zeker weten. En daar probeer ik me ook wel in te onderscheiden. Om echt reisadvies uit eigen reiservaring te kunnen geven. Maar ik ga niet vaak naar hetzelfde. Naar sommige bestemmingen dan wel. Maar dat heeft dan weer meer een persoonlijke reden. Ja. Maar over het algemeen probeer ik zoveel mogelijk nieuwe bestemmingen te zien. En dan kan het natuurlijk ook wel eens een keer wat veranderd zijn op een bestemming. Maar dan put ik weer uit de ervaringen van klanten. Ja. Die bel ik dan ook altijd eventjes na als ze terug zijn van hun reis. Om te vragen hoe het ervaren is allemaal en hoe gegaan is. En ook of ze opmerkingen hebben eventueel. Dus dat vind ik ook altijd wel belangrijk om te horen. Maar ik neem aan, als jij iemand belt net nadat hij teruggekomen is... of binnen een week, ik noem maar even wat... dat jij volgens mij reisverhalen te horen krijgt van mensen. Volgens mij kan je daar boeken over schrijven. Ja, soms wel. Positief bedoel ik dan. Ja. Het is hartstikke leuk inderdaad om te horen. Ja. Want ik bedoel, op het moment dat je net iemand die net terug is van vakantie vraagt naar hoe heb je het gehad. Ja. Denk ik dat je gesprekken van, 10 minuten is er niks bij, denk ik. Maar ik denk dat het best lange gesprekken kunnen worden. Het is heel verschillend hoor. Ja. Want heel vaak gaan mensen toch weer snel in de ritme van de dag. En vaak hebben ze ook zoiets van, ik wil eigenlijk ook nog wel afspreken voor de volgende vakantie alvast. Dus dat is ook wat heel leuk. Ja. Ja. Wat is jouw volgende bestemming? Ik ga in juni weer naar Tenerife. Daar ben ik al leuk. Een keertje geweest. Ja? Maar dat is eigenlijk mijn meest verkochte bestemming binnen Europa. Oké. En daardoor wil ik er weer eventjes gaan kijken. Want het was voor de corona geweest ik er ben geweest. Oké. Ja. Maar dan ga jij gewoon op eigen initiatief? Of is dit een reis van... Want ik neem aan dat er ook wel eens reisorganisaties zijn die reizen... aanbieden, zodat jullie ze kunnen ervaren, waardoor je meer informatie erover krijgt en dus ook meer aan de klant kan vertellen. Nou, dat is dit ook, want het wordt gecombineerd met La Gomera. En dat vond ik ook leuk, want daar ben ik nog niet geweest. La Gomera? Dat is een ander eiland van de Canarische eilanden. Oké, ja. Dat geeft helemaal niks. En ik heb deze reis precies zo al een keertje geboekt voor klanten. Dus ik vind het wel heel leuk dat ik nu deze reis ook zo ga maken met de boot van tussen die twee eilanden. En ik vind het ook eerlijk gezegd heel leuk om collega's op reis te gaan. Ook collega ondernemers. Ja. Want ik zit toch vaak alleen te werken. Buiten natuurlijk met je klanten waar je contact mee hebt. Maar ja, dus dat is echt heel leuk om te sparren. En van, goh, hoe doe jij dit? En, dus dat zijn altijd hele drukke, intense dagen, maar zeer waardevol. Want je kan natuurlijk met je collega's natuurlijk ook weer ervaringen uitwisselen en sparren over van allerlei wat soorten... Wat kan beter, time management, noem maar op. Ja. Nee, dat zijn de meest leuke dingen, denk ik dan. Praten over reizen is wat mij betreft ook een van de leukste dingen, zeg maar, om te doen. Ja. Wat is jouw mooiste reis geweest?
De allermooiste of reizen misschien. Ja, ik wil het zeggen, want de allermooiste vind ik dan ook weer moeilijk om te zeggen. Ik ben sowieso echt een fan van Afrika. Dat vind ik echt een hartstikke mooie bestemming. Dat is gewoon zo'n andere wereld, eigenlijk best wel dichtbij. Ja. Ik heb een keer een reis gewonnen, dus dat was gratis naar Amerika. Ja. Dat was echt zo tof. Ja. Naar San Francisco en dan met de auto richting Las Vegas en dan door al die parken. Ja. In helikopter gezeten, limousine. Ja, dat was echt allemaal te gek voor woorden. Heel gaaf. Ja, heeft heel veel indruk gemaakt. En het leuke is dus ook, ik ben daar geweest en dan kort daarna had ik een aanvraag van een groep die ook naar Amerika wilde. Ja, die mocht ik begeleiden. Dus ja, dat was geweldig. Gaaf. Ja. Gaaf om een groep te mogen begeleiden op hun reis, zeg maar. Ja. Dat maakt het, denk ik, ook misschien wel een beetje als kers op de taart. Voor mij wel, ja. Ik vond dat echt wel, wel heel leuk. Ja, ik zou dat nog wel zeker willen doen. Ja. Je hebt een stenen reisbureau, je hebt persoonlijke reisadviseurs. Daar ben jij er nu natuurlijk één van. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk ook het World Wide Web, zou ik maar zeggen. Het hele grote internet. Mm-hmm. Waar een hele hoop mensen natuurlijk zelf op gaan zoeken. Ik denk iedereen. Dat is normaal, denk ik. Want, daar heb je wel gelijk je in. Kan op je telefoon even kijken. Wat kost het hier? Je gaat toch een beetje kijken, inventariseren. Zelf al. Maar we weten ook allemaal dat op het moment dat je op het internet gaat zitten kijken en je gaat je drukt de bestemming in Tenerife, zoals jij net zei. En je gaat erover nadenken. Je gaat overleggen met je gezin of met je partner of met wie dan ook. Je weet vervolgens dat de volgende keer dat je weer Tenerife intikt, dat de prijzen alweer, 10 euro omhoog. Ik denk dat het iets meer is. Dat de prijs al meteen omhoog is. Ja. Hoe moet ik dat tegenwoordig zien? Mm-hmm. Als het gaat over boeken via het internet versus boeken bij een persoonlijk reisadviseur zoals jij eigenlijk bent. Zit daar nou verschil in? Ja, heel groot verschil. Maar ja, dat is natuurlijk vanuit mijn oogpunt. Sowieso het persoonlijke contact. Eén aanspreekpunt, de bereikbaarheid. Ja, dat heb ik met het internet natuurlijk niet. Want je boekt iets. Misschien met een chatrobot kan je contact hebben, maar het is heel onpersoonlijk allemaal. Ja, maar goed, er is ook een hele grote markt voor. Ja. Alleen ik denk dat het ook vooral is de keuze maken. Want heel veel mensen hebben keuze, stress. Die kunnen geen keuze maken. Ja. Wat past nou het beste met mij? En die snap ik heel goed. Want de vakantie moet gewoon goed zijn. Je geeft hartstikke veel geld uit. Sommige mensen hebben daar het hele jaar voor gespaard. En als je dan kiest omdat je denkt, goh, je ziet er leuk uit op de foto, maar je komt daar aan en het is niet fijn. Nou, dat is goed genoeg. In het verleden natuurlijk ook hele programma's over gemaakt op de landelijke televisie natuurlijk. Over reizen die dus niet blijken zo uit te pakken zoals het eigenlijk geadverteerd is. Voorgeschoteld is. Ze het gezien hebben op het internet natuurlijk. Ja. En ik weet uit eigen ervaring dat je inderdaad wat je kunt boeken op het internet ook wel eens gigantisch tegen kan vallen. Ja. Helaas. Helaas wel. Ik bedoel, en dan hebben we het over bijvoorbeeld heel simpel een reis boeken naar Londen. Naar een hotel boeken in Londen. Ik bedoel, dat lijkt me dat we dat allemaal zelf nog maar kunnen. Maar als vervolgens blijkt met wat kinderen in de tienerleeftijd, zeg maar. Die natuurlijk niet helemaal klein meer zijn. Gewoon bijna volwassen leeftijd hebben. Dat je inderdaad gewoon in een hotel komt te zitten wat nog niet eens ontbijt had. Ja. Nou kon ik daar wel overheen komen, want dan ga je natuurlijk wat zoeken. Maar vervolgens ook inderdaad op dat moment bleek dat de kamers in die 3 dagen niet, geen schone handdoeken en al die dingen. Ja, dat staat er natuurlijk niet bij op het internet. Nee, en waarschijnlijk heb je er heel veel geld voor betaald, want Londen is duur. Ja, Londen is zeker niet goedkoop. Nee. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor een Parijs. Ik bedoel, dat is ook niet echt goedkoop, laat ik het zo zeggen. Nou, en dan wil je gewoon dat het goed is. Ja. Dus daarom schakel je mij in. Ja, nee, dat vind ik wel heel helder, zeg maar. Kijk, we weten natuurlijk in het verleden is natuurlijk Neckerman, dat was een van de grotere tour operators, zeg maar. Die is natuurlijk failliet gegaan. Ja. Dat is allemaal, voor zover ik weet, redelijk goed gekomen met de mensen die daar op dat moment een reis geboekt hadden. Uh-huh. Als ik bij jou een reis boek, is dat dan ook door de diverse organisaties, hoe moet ik dat noemen, gegarandeerd of garant gesteld? Mijn hoofdkantoor Your Travel is aangesloten bij de ANVR en de SGR. Ah, ja. Dus dat zijn belangrijke keurmerken. Ja. Dus de betalingen worden ook gedaan aan het hoofdkantoor, zodat je geld veilig is. Ja. En ik weet inderdaad nog dat Neckerman en ook Thomas Cook België toen failliet zijn gegaan. Ja. En daar had ik ook klanten geboekt. Dus dat was natuurlijk best ook wel even schrikken in het begin. Van jeetje, hoe ga ik dit oplossen? Maar
er is een garantiefonds. Ik heb de klanten terugbetaald. Ja. En ik ben daar verder mee achter de schermen mee aan de slag gegaan. Ja. En dat is ook teruggekomen. Alleen dat heeft wel heel lang geduurd. Ja. En ik denk dat de mensen dan via internet hebben geboekt. Dat het heel moeilijk was voor hun. Van goh, waar moet ik dan naartoe? Wie heb ik dan als aanspreekpunt? Waar moet ik überhaupt zijn om mijn claim in te dienen? Ja. Want ik bedoel, SGR, Stichting Garantiefonds Reisgelden. Mm-hmm. Leuk. Maar als ik natuurlijk mijn reis via het internet geboekt heb, moet ik natuurlijk eerst de algemene voorwaarden gaan uitpluizen. Ja. Voordat ik überhaupt weet. Maar hoe dat en doe wat. Je pas als het verkeerd gaat. Hè? Want eens, de afdrukken doen niemand dat. Maar ik. Het is wel zo fijn op het moment dat je inderdaad ruggespraak kunt hebben. Ja. Met iemand zoals jij, die natuurlijk heel veel ervaring hebt. En natuurlijk al heel veel weet van de wereld. Mm-hmm. Dus dat is wel een meerwaarde, denk ik, voor jou, voor de klant natuurlijk. Voor jou, om jou erbij te hebben natuurlijk. Ja, ja, en ik denk ook voor mezelf vond ik het ook altijd gewoon enorm prettig om de klanten gerust te stellen. Ja. Want ja, mensen gaan toch paniek, gaan dat erover praten. Ja, logisch. En ja, daardoor heeft het, het klinkt heel raar, maar soms als er iets misgaat, dan levert mij dat ook wel heel veel positieve reclame. Ja, dat is op zich wel waar, maar het is natuurlijk wel heel fijn om inderdaad gewoon je ruggespraak te kunnen houden met iemand op het moment dat er ook. Ook al heb je maar een kleine vraag. Ja, het zijn soms hele kleine vragen hoor, klopt. Hoeveel is de handbagage bijvoorbeeld? Ik ben in de gelukkige positie dat ik inderdaad ook al het een en ander heb mogen zien. Ja. Ik bedoel, daar ben ik heel blij mee. Maar ik kan ook inderdaad verhaaltjes vertellen over dingen die niet helemaal goed gegaan zijn. En waar je inderdaad blij bent dat je op een of andere manier daar ruggespraak over kunt hebben. Maar er ook inderdaad die situaties hebt gezeten waarvan je echt denkt van, ja, hoe ga ik dit nu weer oplossen? Ja. En dan moet je toch wel even dat je. Ik weet inderdaad nog dat wij een keer een hotel geboekt hadden. Volgens mij was het of in Kuala Lumpur of in Singapore. Dat weet ik niet goed. Mm-hmm. Maar dat bleek niet helemaal in orde te zijn. Nadat je een dag aan het reizen bent geweest. Ja, dat is pittig, hè? En wij toen nog wat kleinere kinderen bij ons hadden. We specifiek gevraagd hadden om kinderbedjes. Mm-hmm. Terwijl het natuurlijk in die landen heel gewoon is. Natuurlijk dat kinderen bij hun ouders slapen. Maar ja, dat wilden wij niet. Want dat waren ze niet gewend. Mm-hmm. Nou, dat heeft toch zeker 2,5 uur geduurd voordat die bedjes op de kamer stonden. Ja, maar dat is misschien ook een stukje cultuurverschil, hè? Daar zit absoluut cultuurverschil in. Ja. Maar het feit dat dat dan zo lang moet duren, voor als je daar na een dag reizen. Ja. En dat je eigenlijk denkt van, ja jongens, hoe gaan we dit nu oplossen? Ja, maar dat zijn dingen die geef ik wel door, bijvoorbeeld. Ja. Alleen, dan ben ik ook afhankelijk natuurlijk van de lokale hotelier, hè? Dus, dat bedoel ik met het biedt geen garantie. Het biedt geen garantie. Ik doe alleen maar mijn best. Nee, maar dat snap ik ook wel. En weet je, en dat is achteraf. Hè, dat zeg ik nu achteraf. Ja, snap ik wel. Weet je dat zoiets gebaseerd is op een stukje cultuurverschil? Ja. En wij moesten het er op dat moment mee doen. En die hoteleigenaar was inderdaad niet van plan om daar iets aan te gaan doen. Totdat ik net zo lang gezeurd heb. Totdat hij het wel gedaan heeft natuurlijk. Maar ja, dat kost je dan 2,5 uur. Ja. Achteraf moet je erom lachen. Ja. Maar op dat moment kon je er niet om lachen. Dat snap ik heel goed, hoor. Niet om. Aan een hele lange vlucht. Ja, dat is heftig. Zijn er nou eigenlijk nog bestemmingen waar jij niet geweest bent? Ja, Zuid-Amerika ken ik nog niet uit eigen ervaring. Oké. Okay. Ja, ja, wel Caribisch gebied, maar Zuid-Amerika, Brazilië bijvoorbeeld. Oké. Okay. Nee, dat ken ik niet. En Caribisch gebied ben je ook nog niet geweest, of wel? Ja, ik ben op Jamaica geweest vorig jaar dan. Ja. Ja. En uiteindelijk zeg ik altijd van, ik ben op heel veel bestemmingen geweest in mijn hoofd. Want ik reis altijd mee met de mensen. Maar dat is wel heel leuk. Ja, dus dat is wel echt heel leuk. Maar ik moet wel zeggen, het maakt echt wel verschil ook als je ergens geweest bent. Ja. Wat doet reizen nu eigenlijk met je? Want ik vind reizen heel bijzonder. Ik vind het heel fijn om een andere cultuur te leren kennen. Dat zal niet voor iedereen zijn, dat geloof ik. Ja. Maar wat doet reizen nu eigenlijk met ons? Nou, sowieso geeft het denk ik een gevoel van vrijheid. En dat is voor mij persoonlijk altijd heel belangrijk. En zeker ook inderdaad contact met andere mensen. En wat je ook zegt, dat geldt niet voor iedereen. Dus als het niet voor iedereen is, is het misschien de natuur. Het andere eten. Ik vind het gewoon, het is echt een stukje rijkdom. Dus wat je ook net zei, ik ben dankbaar dat ik die reizen al heb mogen maken. Ik denk dat je dat ook echt wel zo mag zien. Want het is echt een voorrecht als je mag reizen. Ja. Ja, maar geeft het ons ook niet veel meer inzicht in andere mensen, andere cultuur, andere gebruiken?
Het verschil tussen Nederland en Italië is al best groot. Laat staan met België. Nou ja, eigenlijk met de Belgische, op het moment dat we hier de grens overrijden, is het verschil al een stukje groter. Maar heb je het over Italië, dan is het al een heel ander verschil. Het is een heel ander soort land met een heel andere natuur, een heel andere taal, een andere cultuur. En dat heeft ook weer te maken met de temperatuur natuurlijk, het klimaat zeg maar. Maar dan als je naar Afrika gaat of naar Azië of Amerika, Zuid-Amerika, dan heb je ook weer hele andere dingen. Dus mijn gedachte is eigenlijk dat het ook meer inzicht levert op het gebied van hoe leven die mensen daar en waarom doen ze de dingen anders. Ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is ook eigenlijk mijn missie, om zoveel mogelijk mensen te motiveren om de wereld te zien. Ja. Omdat dat echt bijdraagt aan een stukje verdraagzaamheid in mooi. De wereld. Ja, mooi. Ja, dat is een hele mooie missie om inderdaad een stukje verdraagzaamheid, meer begrip voor elkaar te hebben door inderdaad zoveel mogelijk van de wereld te gaan zien. En de wereld kan verder dan, dit kan al een Middelburg zijn natuurlijk. Ja, klopt. Het kan ook natuurlijk lokaal, hè, want je hebt hier ook mensen uit het buitenland. Ja. Dat verbaast mij vaak dat mensen denken van, dat zijn mensen die bijvoorbeeld ons taal niet spreken. Maar soms hoef je niet eens elkaars taal te spreken, maar gewoon vriendelijk te lachen. Ja. We lachen allemaal in dezelfde taal, zeg ik vaak. Ja. Die mensen die zijn heel gastvrij vaak. Ik ben al wel eens bij Ethiopische mensen op de koffie geweest. En we zitten alleen maar te lachen naar elkaar. En dacht ik, jezus, wat een geweldige ervaring. En dat was gewoon in mijn eigen plaats waar ik woon. Dus. Maar stel nu, jij kijkt natuurlijk vooral naar het buitenland. Ja. En buitenland, dat gaat de Nederlandse grenzen over. Dus dan hebben we België, Duitsland, Amerika, nog verder, weet je. Mm-hmm. Maar jij kent hier in Zeeland, denk ik, ook wel heel veel plekjes. Dus als mensen vanuit een ander gebied van Nederland, Groningen, Noord-Holland, Limburg, alles ertussenin, naar hier willen komen, ga ik er ook vanuit dat ze jou ook kunnen bellen met de vraag van, hey jongen, luister, ik wil een weekend naar Zeeland. Kun je ons een beetje op weg helpen? Ja, dat gebeurt ook vaak. Ik heb eigenlijk klanten over het hele land, ook in België dan. En die vragen mij zeker ook wel eens van, goh, waar kan ik daar dan het beste verblijven? Ja. Ook op zakelijk gebied, waar kan ik het best vergaderen of dineren? Ja. Dan geef ik ook de tips en kan ik boeken. Dat is wel heel erg leuk natuurlijk, want als Zeeland hebben wij natuurlijk, en natuurlijk ook Zeeuws-Vlaanderen, hebben wij natuurlijk prachtig mooie gebieden. Nou, zeker. En zaken, bedrijven waar je natuurlijk terecht kan voor inderdaad vergaderen, eten, gezellig uitje te doen. Ja, nu is gewoon heel veel ruimte, plus die natuur. En ik denk dat dat heel erg aanspreekt. Ja, heerlijk. Ik vind het heerlijk om er even over de wereld te gaan met jou om inderdaad mensen dat mee te geven. We hebben het al over je bestemming gehad en je vakantiebestemming. Wat zou je nog iemand aanraden om te doen, zeg maar? Ik zou sowieso aanraden om 1 keer per jaar op vakantie te gaan. Ja. En het klinkt misschien een beetje gek, maar het is ook heel gezond om uit je bestaande, zeg maar waar je woont, omgeving weg te gaan. Ja. En dat hoeft dus niet altijd naar heel ver te gaan. Al ga je maar inderdaad binnen Zeeland of een keertje naar België. Maar doe dat, weet je. Dat is gewoon een stukje opladen. Dat is echt een kunst, vakantie vieren. Dat is ook wetenschappelijk onderzocht, dat het echt gezond is. Ja. Dus, om te ontspannen van je dagelijkse leven, je baan, je werk, je bedrijf. Maar dat hoeft inderdaad nog niet eens zozeer te zijn dat we allemaal een verre reis moeten maken. Want dat is natuurlijk niet voor iedereen. Nee, want dat denken vaak mensen van, maar daar heb ik het geld niet voor of iets. Maar daar gaat het zozeer niet om. En ik zou ook zeker altijd willen motiveren van, geef dat mee aan je kinderen. Dat zo proberen wij tenminste te doen. En ik hoop ook dat mijn kinderen daar wat ruimdenkender van zijn, van worden. En ik vind het altijd leuk om bij jouw kinderen ook te zien hoe ze zich ontwikkelen. Ja. Terwijl die ook veel al hebben gezien. Ja, ik deel jouw mening om inderdaad je kinderen zoveel mogelijk, mits het kan natuurlijk, op reis te laten gaan. En dat heeft nog niet eens de intentie dat ze de wereld, dat je met hun de wereld over moet gaan. Nee. Maar dat je ze wel de mogelijkheid moet geven om buiten je eigen omgeving te gaan kijken. En dat kan zelfs op bezoek gaan of op een nachtje logeren zijn bij familie in een ander deel van Nederland. Ja, gewoon inderdaad dat ze zien dat het ergens anders is. Hè. Wij gaan dan graag naar Afrika. En als ik mijn pubers dan wel eens hoor met een PlayStation en weet ik veel wat ze allemaal hebben. Ja.
van jeetje man, wat zijn ze daar toch eigenlijk arm. Maar mijn kinderen zitten best wel vaak te klagen. Terwijl daar zijn die kinderen hele dagen blij met een stokje en zand. En dan denk je, dat beseffen ze wel hoor. Daar hebben ze toch wel eens over. Ja, wat jij zegt, ik herken dat bij mijn kinderen ook. Okay. En die van mij, zeker die jongste, is natuurlijk zelfs toen hij al 16 was, is hij al alleen op reis geweest. Ja, stoer. Vond ik ook inderdaad heel stoer. Vond ik ook wel heel eng hoor, als moeder. Maar geloof het. Het gaf wel een heel goed gevoel en hij heeft het zo goed gedaan. En ik heb hem laten gaan met een vliegtuig, alsof hij op een trein stapte, zeg maar. En dat is liefde, hè? Stukje vrijlaten. Ja, dat is inderdaad het vrijlaten. Dat hoort bij een stukje liefhebben natuurlijk. Ja. Maar ik ben heel blij dat ze dit hebben kunnen doen en nog steeds doen. Ja. En dat van de zomer weer. Dat is eigenlijk ook het positieve reisvirus. Want eigenlijk is reizen gewoon een virus. Ja. Want niet iedereen is besmet hoor, dat weet ik. Maar dat geeft ook helemaal niet. En het hoeft ook niet. Nee. Het hoeft ook niet zo besmettelijk zijn dat iedereen daarin mee besmet wordt. Nee. Dus we gaan. Ik vind het heel erg leuk om dat inderdaad. Ik kan hier nog uren over doorpraten, over reizen. Mm-hmm. Ik hoop dat we de kijkers in ieder geval een klein beetje mee hebben genomen op reis. Ik hoop het ook. Ja. Ik wil jou hartelijk bedanken. Graag gedaan. En ik hoop eigenlijk aan de kijkers dat jullie ook zoveel mogelijk leuke reiservaringen opdoen, al was het maar een aantal kilometer van huis af. Ja. Bedankt voor het kijken en tot een andere keer.